En de workshop verkeersveiligheid en ieders, de workshop verkeersveiligheid en ieders verantwoordelijkheid is gisteren afgesloten met presentaties van de verschillende werkgroepen. Die waren aangesteld om de acties vast te stellen die ondernomen moeten worden om onze wegen veiliger te maken. Op de tweede dag van de workshop hebben een paar werkgroepen aangegeven wat het doel is en waaraan gewerkt moet worden. Het is ontzettend veel geld gaat in de infrastructuur. De handhaving is heel erg belangrijk. Dus ook voor dit stukje geld, die elektronische handhaving, daadwerkelijk wij, zoals meneer Wolf aangaf net, voor bepaalde zaken hoeven we niet eens te wachten tot volgend jaar of tot op donaties en dergelijke. We kunnen nu al eigenlijk optreden tegen bijvoorbeeld die zwaar transporten. Want als ik u die prijzen heb gegeven, dan weet u hoeveel belastinggeld u op tafel moet leggen dat u op een goede weg rijdt. We willen ook al de leeftijdsgroepen, de jeugdigen. Je hebt nu voor categorie A motorfiets vereiste leeftijd 16 jaar willen we behouden. De overige categorie B, C, daar willen we het anders stellen. Als de kandidaat geslaagd is, is het geboden dat hij 6 maanden onder begeleiding van de ouders, of volwassenen, deel mag nemen aan het verkeer. Daarna, voor de duur van 18 maanden, mag hij zich zelfstandig verplaatsen. Met dien verstande dat hij, we noemen het schadeloos, dus zonder een of ander brok, moet kunnen deelnemen aan het verkeer. Dus 18 maanden schadevrij rijden. Educatie via een aanvullend sanctiebeleid, puntenrijbewijs en verzwaring van cursus en examenkostenboete. Dit zal, de verantwoordelijkheid zal liggen bij het Openbare Ministerie. Je moet denken daaraan dat als iemand een ongeluk veroorzaakt en iemand sterft ervan, of er is schade, er is letsel, dat als die persoon weer zijn rijbewijs wil hebben, dat hij opnieuw getoetst moet worden. Maar dan gaat hij veel meer betalen om getoetst te worden. De voorzitter van de commissie Verkeersveiligheid, Humphrey Chinlipsi, gaf aan dat de resultaten van alle presentaties worden meegenomen. Hij bracht dank aan de werkgroep voor hun inzet en de presentaties. Ik bedank u heel hartelijk voor uw participatie. We hebben heel veel informatie meegehad. Deze informatie gaan we allemaal verwerken in het beleidsplan en actieplan dat verder wordt opgesteld. En we gaan zo spoedig mogelijk aan de slag zodat we het doel dat gesteld is voor het jaar 2020, het einde van het jaar, kunnen halen. Ik bedank de mensen die heel hard hebben gewerkt om dit verkeerscongres te organiseren. Heel hartelijk. Mijn dank gaat uit naar de PAHO voor de ondersteuning. Mevrouw Marie en de andere mensen van de PAHO die hier hard hebben gewerkt. De mensen van de Commissie voor Verkeersveiligheid. Lindy Liaukifa, Johanna Kisaran, mevrouw Kolf en anderen die heel hard hebben gewerkt. Bedankt voor jullie inspanningen. En Annette Chansifat en mevrouw Kraag, ook heel hartelijk bedankt voor jullie werk. Jullie werk is nog niet af, maar alvast bedankt ervoor. En jullie allemaal, hartelijk bedankt voor jullie participatie. Laten we samen zorgen voor meer verkeersveiligheid. Humphrey Chinlipsi, voorzitter van de commissie Verkeersveiligheid. Hij sprak gisteren tijdens de afsluiting van de workshop Verkeersveiligheid, een ieders verantwoordelijkheid, die in Torarica is gehouden.